reis, heren. En doe uw plicht. U kunt op mij rekenen. Hou zee! Overmorgen is de overwinning aan ons. Dat is briljant. Binnenkomen over een brug die nog niet eens officieel geopend is. En dat die Kruisinga uitgerekend in dat slotje woont. Jij kent dat toch, dat stadje? Het is een auto, Mors. Ben je niet enthousiast? Wat? Oh ja, natuurlijk. Slaapt Elise nog? Ja, ik laat hem maar lekker liggen. Zou jij Jaap niet kunnen bellen? Hoe? Ik zou niet weten wat ik tegen hem zou moeten zeggen. Ik ga visite rijden. Vergeet je niet bij Hermine langs te gaan? Nee. Heeft iemand honger? Die niet gewerkt. We kunnen er niet bij me nu, Brennen. Ga ons tegen. Hè? Kijk, Rozemarieke. Dag, mevrouw Meerdink. Dag, mevrouw van der Roer. Dag, Rozemarieke. Groeit goed? Ja. Dit is een vriendin van me. Oh. Treesje, ben je nou kwijt, zeker? Nou, ze weet nog niet wat ze doet. Ja. En Appie? Het is wat, hè? En die dochter van Brenner, die woont nou op het slotje? Ik zag haar, ja. Het is wat? Ja. Alice! Mooi.
Duitsland. Goedemorgen. Telegram. Uit Duitsland. Ik wist het. Ik wist het. Koert? Ja? Liebchen, kom snel naar Krefeld. Stop voor de 10e. Zeer wichtig. Stop. Stop. Kan alles erklären. Stop. 1000 kussen. Caruso. Caruso. Koert. Zijn koosnaampje. Oh, Koert. Hermine, had Koert een zender? Nee, radio. Ik wist het. Koert zou me nooit in de steek laten. De heren lusten vast wel een borrel. Zou jij zo lief willen zijn om die te pakken? Vanwaar die haast? Ze komen vannacht. Hier? Over de brug. De 9e panzerdivisie van de herensgroepen. Dat zijn elite troepen. Zo, zo. Morgen zitten wij op het Binnenhof. Mooi. Kom. Die staat op tafel of ligt op de plank? Ik zie hem echt niet. Oh, neem dan maar je neef mee of zoiets.